Van klein tot groot, van solo danseres tot grote dansgaarde. Tijdens het Lampengats Dansmarietjes toernooi in Sporthal Genderbeemte probeerde iedereen zo hoog mogelijk te scoren. Om dat te bereiken zijn de dansmarietjes van de verschillende verenigingen al vroeg begonnen met het leren van de pasjes. Eigenlijk sinds de zomervakantie, nadat alle scholen weer begonnen zijn, zijn wij ook begonnen. Vanaf september trainen wij voor de carnaval en dat is dan één keer per week. Als de toernooien zijn afgelopen, als alles is afgelopen, beginnen we weer met de nieuwe dansen. En dan trainen we dan. Maar hoeveel maanden duurt zo'n voorbereiding? Een half jaartje of zo. De dansmarietjes dansen het hele jaar door, maar toch is carnaval wel de drukste periode voor de dames. Ja, best wel. We moeten in ons eigen dorp dan optreden met de uitkomen van de prins en met de zettingsavond en de pronkzetting. En ook in andere dorpen worden vaak gevraagd om mee op te treden. Stadsprins Rudolfo heeft, zoals hij het zelf zegt, een supermiddag. Hij vindt dat carnaval niet zonder dansmarietjes kan. Nee, absoluut. Dansmarietjes horen erbij. En wat ik al zei, de nieuwe generatie, die meisjes die uit de wijken, uit de dorpen, die allemaal van vroeg al in aanraking komen met onze carnaval, die zien hoe feestelijk het kan zijn. Dat maakt het voor iedereen heel erg leuk, ja. Als we de puntentelling van de jury moeten geloven, is het niveau van de dansmarietjes hoog dit carnavalseizoen. 6, 8.5, 8.4, 8.6 en 8.3. En bij dit toernooi waren zoveel winnaars dat iedereen met een beker of aandenken naar huis ging.